geloven in jezelf. Zodat je alles kunt bereiken wat je wil. Die zwarte karateband. De aandacht van die ene. Of het cum laude halen van je diploma. Als je gelooft in jezelf, dan lukt alles, zegt ze. Maar wat betekent zelfvertrouwen eigenlijk? En hoe krijg je het? Zelfvertrouwen is op een positieve manier naar jezelf kijken. En voor jezelf opkomen. Dat je gelooft in wat je doet en ervan overtuigd bent dat je het kan. Het is je leven in eigen handen hebben. Wanneer je vertrouwt in jezelf, ga je door als het moeilijk wordt. Je kunt beter omgaan met het commentaar van anderen, met tegenslagen en met veranderingen. Allemaal vaardigheden waar je altijd wat aan hebt. Wil jij meer zelfvertrouwen? Begin dan klein. Zoals ja zeggen op de uitnodiging voor het feestje waar je niet heen durft. Of eindelijk die stap naar de sportschool nemen. Daag jezelf uit en je zelfvertrouwen groeit mee. Nog meer tips? Klik hier.